Techzine Talks where Techzine analysts bridge the gap between IT solutions and the people who need them. Techzine is your single source of truth. For more information and insights, visit techzine.nl or techzine.eu. Don't forget to subscribe to this podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Techzine Talks. En deze week gaan we het hebben over onderzeese datacenters. Ja ja, datacenters onder het wateroppervlak. Het wordt steeds gekker, Sander. Ja, en hiervoor is uh, aangeschoven onze collega Geert, die hier uh, de nodige onderzoek naar gedaan heeft. En, uh, en, en wat nieuws over geschreven heeft de afgelopen weken. En zei, daar moeten we het echt een keer over hebben in een podcast. Dus uh, welkom Geert. Dank je. Heb je er zin in om over onderzeese datacenters te spreken? Zeker, zeker. Nou. Maar laten we eerst beginnen bij het begin. Wat, uh, waarom, uh, waarom hebben we het hier over? Wat, wat, wat was de, de trigger, om het even mooi in het Nederlands te zeggen? Nou, er, zijn, er zijn niet heel veel bedrijven die zich op dit moment hiermee bezighouden. Maar er is een uh, bedrijf in Noord-Amerika dat heet Subsy Cloud. En oh, die uh, Sub cloud. Subsy nou, nou, Sub cloud. Dat is wel duidelijk wat hij doet. Ja, ja dus dat, dat spreekt eigenlijk voor zich. Alleen die, die hebben laatst bekendgemaakt dat ze voor het eind van het jaar een uh, commercieel datacenter gaan openen in Washington. Washington State, of? Uh uh, bij de stad, ja. Oh, ja, steden oh, of De dat? De, de stad, de stad. Die is dus echt bij de uh, uh, nee, sorry, bij de kust, dus in de staat. Nou, ik wou zeggen, we gaan ze in de Potomac of zo oh, nee, de nee, de nee. Data's en dan laten we afzinken. Dat lijkt me niet zo handig. Het is dus in ieder geval, dus, ik zeg ook in Washington, maar het is eigenlijk aan de kustrand van Washington, dus dat, Ja, oké. Okay, maar je hebt natuurlijk Washington. Washington, District of Columbia, waar de hoofdstad is, en je hebt ja. Washington State, wat aan de linkerkant van, uh, van Amerika is. Dus oostkust ja. en de westkust. Zeg maar. Ik vermoed dat het uh, Washington State is. Of niet? Ik vermoed het ook, ja. Oh, dat weet je oké. Okay. Nee, dat gaat zoeken we nog even uit. Dan in het artikel waar we erbij gaan schrijven, zullen we duidelijk maken wat het is. Nou, ja, fijn. Dan mag ik weer uitzoeken. <laughs> uh, ja, maar als ik het me goed herinner, dan uh, heeft Microsoft dit al lang getest en uh, afgeschoten of zo. Tenminste, ze hebben het gedaan. Maar, ze hebben... Maar, maar wacht eens even. want Er staat niets van bij dat ze dan met nog meer uh, datacenters bezig zijn, hè? Wie? Maar wat ik wat, wat, wat nou, dat hele sub cloud, wat is daar het, is dat, is dat een, een volledig business model of is dit, een, is dit gewoon, kijk van we kunnen en als ik de naam zo hoor, dan zijn ze van plan om, om wereldwijd een hele berg van die dingen neer te gooien. Ja, die, die naam, wat dat betreft is die naam is, ja, dat dat, eigenlijk. Ze beloven op de, of, wat duidelijk is wat ze kunnen doen, is een single-tenant datacenter bouwen. Dus in ieder geval, uh, ze zijn in staat om onderzeese kabels te leggen, om uh, waterdichte ruimte te bouwen. En dat ergens uh, met al die serverracks binnen zo'n container uit te rollen. Maar, maar je kun je dus als klant die toevallig aan de kust zit, met dat zet, dingen, kun dat je zet, daar een, 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 water, een datacenter voor de kust laten afzinken? Dat zeggen zij, alleen er zijn nog geen projecten om dat uh, uh, nou ja, te demonstreren. Dus zij beweren op dit moment dat je daar op aanvraag terecht kan om een datacenter aan de kust te laten bouwen. Wat de voorwaarden zijn of dat ook echt mogelijk is, dat is dus alleen op aanvraag. Dus dat weten zij op dit moment, maar ze beweren dat het kan. Uh, het datacenter wat er gaat komen, dat huren ze uit. Ik heb ook zelf een beetje het gevoel dat... Huren ze uit? Wat mee? Ze, ze verhuren in ieder geval de reks. Dus ah, het is een, okay. een co-locatie. Um, en ik denk zelf dat je daar uiteindelijk klanten krijgt... die het misschien ook interessant vinden om op dit moment te zeggen van... Hè, wij halen capaciteit uit een onderzees water, uh, datacenter. Ja. Dus het is maar een onderzees datacenter, dat is een soort container of zo? Ja, het zijn... Het zijn uh, uh, je, je hebt een bepaald formaat voor scheepscontainer. Ja, Scheepscontainers die zijn ongeveer 33 kubieke meter, daar douwen ze allemaal serverracks in, uh, maken ze waterdicht en uh, dat leggen ze op een zeebodem. Het ligt dus, het, het is niet dat het zweeft of dat het uh, aan het oppervlak drijft, maar het ligt echt onder water. Dat kan 180 meter diep zijn, dat kan ook 20 meter diep zijn. In het geval van het datacenter in Washington, waar we nog steeds de staat niet hebben bepaald. Uh, daar is het aan de haven. Dus het is nog net zichtbaar, zelfs van de haven. Dus het kan ook heel ondiep zijn. Het kan ook net aan de kust zijn. Maar daar liggen dan een paar containers naast elkaar. Uh, en die zijn individueel uitgerust met die racks... En dat wordt dan allemaal verbonden met onderzeekabels. Dus in principe uh, werkt het hetzelfde als een, als een traditioneel datacenter. Alleen er komen bijvoorbeeld ook geen mensen in. Dus er is geen onderhoud. Uh, die containers worden uitgerust om eigenlijk jarenlang te draaien zonder dat er een. Uh, ...onderhoudsbeurt plaats, ho plaats hoeft te vinden, pardon. Dus ik, ik dacht toen ik dit voor het eerst... ...vernam, dacht ik ook gelijk aan duikers... ...die dan in zo'n container gaan lassen... ...of om die service te onderhouden. Maar dat, dat is helemaal niet aan de orde. Het is echt, uh, het draait op zichzelf. Oké, okay. en... Dit uh, is trouwens Washington State. Ik heb het even op mijn <laughs> ja, Dat was wel duidelijk, toch? Um, ja, ik zit me nou af te vragen. Want je zegt het nou, maar... Um, uh, ...er is toch niemand eigenaar van een... Uh, ...van een oceaan of zee? Behalve de Nederlandse ja, staat of zo... ...of de, de Fransen of net wie, wie er zit. Uh, nou, of, of, ja, of, of, of als je net, net volgens mij... ...een x-aantal kilometer uit de kust gaat... ...in de internationale water... Maar dan er, mag iedereen zijn container op de vast, bodem laten afzinken. Dat, dat is van niemand, maar ik weet niet precies... Uh, dat, ...ik ben er niet echt helemaal in thuis... Dat, uh, ...in het uh, in geografisch recht. Hey, maar, uh, plus, plus of, hoe connecteer je ze dan? Want dan moet je toch een kabeltje leggen... ...door het land wat wel van niemand is. Ja, nou goed, maar ze hebben er dus nu eentje liggen... ...dus, dus, dus in principe uh, kan het dus wel... Ja. Uh, je zal ongetwijfeld door allerlei hoepels moeten springen, juridisch en, uh, en, uh, en uh, vergunningstechnisch. Uh, vergunningstechnisch en zo. Allemaal. Ja. Ja. Maar goed, uh, wat Koen net ook al begon te vertellen, toen ik voordat ik hem uh, ruw interrumpeerde, wat ik heel vaak doe, mm -hmm. uh, dat, dat Microsoft het toch ook al eens geprobeerd heeft, toch? Ja, dat klopt. Op... dat klopt. klopt. voor zover ik weet, een van de eerste, als niet de eerste, die dat echt succesvol heeft uitgevoerd. En met succesvol uitgevoerd bedoel ik niet dat er een patent is of een ontwerp, maar echt een datacenter ergens op een zeebodem ligt. Dat was Microsoft in 2018. Uh, toen hebben zij in Schotland, of aan de Schotse kust, hebben ze een datacenter gebouwd. Um, Welk Schotland? Uh, oh nee, wacht het is maar in Schotland. <laughs> maar, even. Maar als je doen. nu gaat vragen waar precies in Schotland, dan kan ik het ook niet zo Maar dat maakt wel aan de kust, kust hè? Maar ja, dat is, dat is nogal lang. Maar dat was een beetje een onderzoeksproject. Want Microsoft wilde heel graag weten of dat gangbaar was. Het idee dat dat speelt al... Nou, dat kan ja, niet. In, maar is er een conclusie uitgekomen? Ja, ze waren heel erg positief erover. Maar um, ze hebben vervolgens niet gezegd: we doen een paar Azure regio's uh, onder de zeebodem. Klopt, dat is opvallend. Dan Ik... kan dat te maken hebben, misschien, met waar we het eerder over hadden. Ja. Dat, dat, je zei, dat, je misschien nog, dat ze nog niet op het punt zijn dat je een volledig stand-alone ding in een container kan gooien. zonder dat je er ooit met een, met een, met een, met een engineer bij moet. Nee, dat ging, goed, dat ging juist heel goed. Ze, ze hebben. Um, ze hebben dat twee jaar lang laten draaien. Ja, dat heb ik ook uh, gelezen. Want wat ze doen, is ze halen de zuurstof uit de containers. En die vullen ze met stikstof. Ja. En daardoor is er minder weerstand in de onderdelen en gaat de hardware langer mee. Sterker nog, ze, ze zeiden ja, is dat, dat zich logisch. Voor, voor elke acht servers die uitvallen op het land, gaat er één kapot in een onderwaterdatacenter. Ja, maar het is natuurlijk. Dat, dat is natuurlijk, als je het op, op kleine schaal doet, is dat op zich hartstikke leuk. Ja. Maar als je het op grote schaal gaat doen, dan is dat nog steeds heel veel. Dat is, echt een, dat is een soort van moet je eens, moet je eens nadenken als je het over, uh, over MTBF hebt. De mean time before failure. Ja. Als je daar een rekensom van gaat maken op hele grote schaal. Ja. Dan is een MTBF van 300 jaar is heel kort. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus als je dit heel groot moet uit gaan rollen, dan moet je echt, dan moet je echt ja, extreem, extreme betrouwbaarheid hebben. Anders dan zit je elke, elke vier weken zo'n zo container uit. Uh, uit, uit, uit ja, maar, maar, je, maar je kan natuurlijk wel heel veel service kijken in zo'n container. Ja, maar dat maakt toch verder nog niet uit. Dan ja, maar, nog als je, nog maar als van. je dan, laten we zeggen, na acht jaar 10% hebt moeten afschrijven van die service omdat ze het niet meer doen. Dan heb je toch een probleem. Nou, je, kunt, je kunt er ook verkiezen om te maar, zeggen van... Nou, hij is na acht jaar omhoog, zit er een nieuwe in. Zolang je daar de, de software of het beheer voor de, op doet, dat hij dat dan automatisch de workloads die op zo'n kapotte server draaien, dat hij die, die, die naar een andere server draait ja, in Bonjour. Dat zou kunnen, maar dan moet je kijken hoe, hoe snel gaat dat dan inderdaad. En dat ja. zal de praktijk uit moeten wijzen. Ja, het klopt, dat, uh, nou, ik weet dat ze, uh, want dat, dat hebben we de laatste keer over gehad, dat uh, uh, hoe lang ze nu gebruik maken van hardware in hun Azure datacenters, en voor AWS en Google, en wordt dat op een kaart, kaart gebracht. En volgens mij was er nou één van die spelers, die ging al voor zes jaar of zo. Dus, dus nou ja, en als je dan met stikstof dus nog minder uitval hebt, dan zou je makkelijk... 8 tot 10 jaar moeten kunnen halen. Ja, maar dat is natuurlijk wel een gemiddelde waarschijnlijk. Op, 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 al de, op alle producten. Dus, ja. je, dus het is even de vraag. En je zit natuurlijk in een datacenter, heb je bepaalde dingen die eerder kapot gaan dan andere dingen. Ja, dus, dus je, 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 je hebt ook met, 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 met power nodes te maken en dat soort dingen allemaal. Maar, ja. ja, weet je. Um, uh, nou, ik vind het interessant hoor. En, uh, ja, zeker. Een, maar, ik, ik, zou, ik, ja, ik, ik ben toch wel benieuwd hoe. Nou, er is natuurlijk ook steeds meer weerstand om die dingen op het land te bouwen. Ja, dus ze moeten wel wat. Je kan ze ook in de ruimte hangen natuurlijk, want dan zijn ze nog slechter bereikbaar. Dus het... <laughs> maar ik vraag me ook af, hoe interessant is het om ze in een meer te donderen? In wat? In een meer in plaats van een zee. Want je hebt het? natuurlijk ook, uh, 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 ja, weet ik veel, uh, midden in de Verenigde Staten uh, heb je geen zee meer. Maar misschien wel behoefte. En als je daar een van de leken. Uh, uh, die dingen kan gooien. als het maar diep genoeg is, blijft het toch wel koud, lijkt me. Ja, ja dat denk ik ook. Zijn, die, zijn dat niet vaak beschermde gebieden? Of bijvoorbeeld. Ja, maar in Amerika doen ze daar over het algemeen iets minder moeilijk over dan hier, heb ik altijd het idee. Ja. Dus, uh, maar ik dat kan zou... me ook voorstellen. in hele warme landen. Uh, als je daar een beetje een diep meer hebt. dan kan je ze misschien ook uh, uit de zon als het ware halen. En dan, dan, dan scheelt dat alweer. Ja. Mm. Ja, maar nog even terugkomen, want ik zit er nog eens even voor na te denken over, die, uh, over, de, over hoe lang zoiets meegaat. Je ziet natuurlijk momenteel wel een behoorlijke versimpeling van de, uh, van, van, van de architectuur in datacenters. Dat het steeds meer gewoon dat je alles met, met, met één soort apparaat doet. En, dat we, en daarin, die verenigen dan allerlei verschillende soorten chips en zo, maar dan kun je alles doen software-defined. Ja, maar, maar dan zou je ook, we hebben ook gewoon, ja, maar, maar dan zou je ook um, uh, het zo kunnen zien, dat één zo'n container van 30 kubieke meter, dat dat gewoon een soort van hot-swappable pizza-doos is, die je, ja. die je nu zeg maar in een normaal datacenter zet, ja. die je erin schuift en eruit haalt, dus als, die, als die kapot is en er nieuw ja, is een nieuwe voor inzet. Alleen een beetje groter. Je kan nog een stapje verder, want dat was ook, wat, wat Microsoft, ze hebben misschien niet op schaal nu alweer allemaal onderzeese datacenters uitgegooid, maar ze hebben wel dat onderzoek en bijvoorbeeld die stikstof ook weer gebruikt om dat op traditionele op land datacenters te gaan doen. Dus ze kijken, oké, okay, je hebt zo'n doos en dat werkt allemaal heel erg goed, dus hoe kunnen we dat ook op land bijvoorbeeld toepassen? Eigenlijk precies wat je nu zegt. Ja. Zover dat je bijvoorbeeld de stikstof uit de ruimte gaat onttrekken en dan één hotspot op kamer hebt die je erin en uitplaatst. Omdat het allemaal gewoon heel goed werkt. Het hoeft ook niet onder water, je kan het ook gewoon op land doen. Ja. Zou het heel wat duurder zijn? Uh. Ja, dat ligt, ligt een beetje aan wat het kost om zo'n ding daar af te laten zinken, want zo'n container is niet zo duur en de hardware is ook niet zo duur. Nee, de locatie lijkt me ook niet het duurste. Nee, nou, dat... Uh, het is geen, het is geen uh, uh, grond waar veel vraag naar is om een appartementencomplex op te bouwen of zo, <laughs> Nee, behalve als we weer een keer uh, wat, 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 wat misschien water... Misschien een windmolen, hè? Ja, misschien, of, of wat water terug gaan winnen van de zee, maar dat hebben we ook al een tijdje niet meer gedaan. <laughs> maar, uh, ja. Ja, <coughs> ja dus, dus uh, met de conclusie van Microsoft was dus dat de boel uh, een stuk betrouwbaarder was, hè? Begreep ik. Ja. Um, ja. En, maar wat, wat, waren, wat zijn nog meer de voordelen dan van, uh, van zo'n uh, zo onderzeese uh, gebeuren? Ja, de koeling. Dus je hebt, hebt zoutwater en dat koelt automatisch die servers. Uh, dan hoef je minder zoetwater en chemicaliën te gebruiken of hoe ze nu normaal datacenters koelen. Maar, maar, die is, maar, die, maar die koelen de, die koelen de container. Waar, ja. De, de, ja. Maar, maar is dat genoeg? Genoeg, ja. Ze gebruiken bijvoorbeeld, Subsea Cloud Die beweert dat ze het zonder chemicaliën en zoet water doen. Dus dat ja, eindelijk... maar je, halen ze het dan wel binnen? Zit er waterkoeling in, dat, in, die, in die container? Of komt het allemaal of, extern? Of, of, het allemaal... Of, ze, of ze leiden het door? Dat, dat lijkt me wel aannemelijk, maar dat weet ik niet precies. Ja, maar ik zou zout water door de leidingen... Dat moet ik niet is dat ook niet, nee, maar, nee maar, dus maar. ik weet niet. De, de bewering <laughs> was dat door het zoute water in ieder geval... dat je geen chemicaliën en zoet water meer hoeft te gebruiken. Ja, maar die service genereren wel warmte in die container. Ja, maar dat, dat, misschien is het verpakt of... Zou je ook weer een stuk stikstof. Nee, maar het, het, Ik zou wel eens willen weten hoe dat hoe, Of ze daar een grote heatsink in gedouwd hebben of zo. Want dan, dan kan het wel natuurlijk. Als je gewoon alles naar een grote heatsink leidt. en dat aan de, aan de tegen de rand van van een um, uh, of, 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 of van die container uh, aandoet. dan dan zit je tegen water van nou ja. Het ligt aan hoe diep je ligt, natuurlijk. Ja. van van een paar graden. Ja, dan uh, dan koelt het wel, denk ik. Ja, en Sander, even de luisteraar. Wat is een uh, grote heatsink? Oh. Ja, sorry, dat is zo'n uh, dat is, dat is ding wat je op een processor uh, uh, zet om, uh, om, de, om de warmte af te voeren. En dat is van metaal, hè? Altijd. Ja, ja. ja normaal gesproken wel. En jij wil eigenlijk zeggen, als je dan die, die heatsink die dus op die processor zit, als je die dan verbindt met het metaal van de container? Ja, of dat je, dat je, alles, dat je alle warmte op de een of andere manier heel slim kan leiden via, uh, via goede, slimme ventilatie door die, uh, door die racks die daarin zitten heen. Als je al die warmte richting een, uh, richting een grote heatsink aan, de, aan, aan, aan een van die kanten kan sturen ofzo. Of, uh, of met waterkoeling. Als je, als je gewoon afgesloten waterkoeling erin gebruikt, wat ik niet verwacht, maar stel dat je dat doet, dan zou je het ook kunnen doen. En dan zou je dat water langs zo'n heatsink kunnen laten, laten stromen en dan uh, af kunnen voeren. Ik heb er even plaatjes bij gezocht. Ze hebben een internal en external heat exchanger. Dus ik denk dat ze in de ruimte hangen ze iets op. Ja, want, en en aan de buitenkant, en dan, daar pompen ze iets doorheen. Ik ja. vermoed een speciale vloeistof, toch chemisch, die, die, goed die goed warmte kan geleiden. Ja. En op die manier uh, uh, blijven ze de ruimte koelen met, ja. met, met dat, is in, dat is in principe is eigenlijk gewoon een grote heatsink. Alleen dan uh, met, met, met dingen er doorheen douwen Met, uh, met uh, vloeistof er doorheen. Ja, dat lijkt me, me, me de meest logische, want anders zou ik het ook niet weten. Je, gaat, je wil niet uh, zout water door. Uh, door, al je, door nee. al je componenten. En die heen. lopen achter de server racks ook door. Okay. En daar pompen ze zeewater doorheen. Ja, staat hier. Beetje zoals een zoals koelkast werkt. Zeg maar. uh, het, uh, uh, ja, alleen dat. die gebruikt geen uh, zout water. Nee, die gebruikt iets heel giftigs. Dat lijkt me niet handig omdat in een. Uh, dus de dus scheelt had wel gelijk, ze gebruiken geen chemicaliën, ze werken wel zout water. Maar hoe ze, nee. ja, corrosie en zo, daar zullen we ongetwijfeld over nagedacht hebben. Dat nou, was, was ook een voordeel over de. Je noemde het eerder al, die vergunningen in ieder geval. Of dat het best duur is om uh, binnenlands bijvoorbeeld te bouwen of een groot project uit te voeren. Ja, in Nederland wel in elk geval. Nee, ja, of volgens mij veel dichtbevolkte steden. Dus als je um, aan, het, aan de kust zit. dan heb je bijvoorbeeld ook soms iets, iets makkelijker toegang tot energie. En bijvoorbeeld ook misschien werkkracht. Als je kijkt naar die datacenters in Midden-Amerika, et cetera. Volgens mij hebben ze soms best wel moeite om uh, zo'n project of alle logistiek daar uit te voeren. Terwijl als jij bij een grote kuststad zit, dan is alles natuurlijk al aanwezig, ook door de dichtbevolktheid. Dat was wat subsidkluit in ieder geval noemt. Met dichtbevolktheid? Is dat een? klopt dat? Is dat, dat, is dat een <dus> woord? Zullen we een nieuw neemt als woord? Niet al <laughs> dat vaak hoort. Oh, dümbevol. Nee, dat maakt niet. Uit. Veel mensen op één plek. Ja. Um, en, en Subsea Cloud zegt ook dat, dat uh, uh, daardoor gewoon de projectkosten wat, minder, wat lager liggen in ieder geval. Ja, het is, het is zonder meer minder complex om, uh, om een kabel dat water in te gooien natuurlijk vanaf de kant. Ik kan me zo voorstellen, stel nou dat Microsoft zegt, we gaan onze nieuwe regio bouwen in uh, Nederland. Een extra regio. En, en we gaan, uh, nou noem eens iets, we gaan 150 containers afzinken in de Noordzee. Ik heb zo'n vermoeden dat er meteen uh, allerlei... Uh, greenpeace achtige organisaties op de barricade staan. Ik weet het wel ja. zeker, ja. Aan de andere kant, ze zijn er recent nog heel veel nieuws geweest... Uh, ...vanwege de vervuiling van het water... ...en dat ze zoveel drinkwater verbruiken en dat soort dingen allemaal. Dus, ja. Ja, je, je moet uit de lengte van het breedte komen is er, is er ook ja. iets gezegd over ecologische impact? Nee, dat, dat is... ...kijk, het is allemaal vrij nieuw. Dus er zijn volgens mij wel wat onderzoeken geweest... ...naar wat het op de korte termijn kan betekenen. Alleen... Dit zijn projecten die je die, die gaat er dan vanuit dat zo'n datacenter vijf jaar of, of langer daar draait. Dus er is nog helemaal geen termijn geweest om dat ook te onderzoeken. Uh, het is net zoals met. Uh, ja, hey. maar dat, dat heeft in mijn. Ja, het, 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 het lijkt mij dat de enige impact die er is, is uh, enige warmte die zo'n container kan afstralen in het water, toch, of niet? Ja, het kan maar ook. Het is ook niet heel extreem. Het is niet zo dat je. Uh, het kan er ook voor nee. zorgen dat je natuurlijk bepaalde. Ja, je moet er wel heel goed kijken dat je niet bepaalde. Uh, Gebieden ontregeld op, op ecologisch vlak. Ja, dan kan allemaal ja. tropische vis hebben. De nee, maar ik. <laughs> hetzelfde geldt euh, gooi je een hele berg van je dingen neer op een, op, een, op, een, op een vaste route van een berg walvissen of zo. Ja. Eh, die dan vervolgens uh, misleid worden door wat er ligt. En ergens een uh, haven in zwemmen, ik noem maar iets. Je, je dat zijn wel ja, ja, dingen die, ja. die, die moet, je helemaal, ja, daar moet je wel over nadenken, denk ik. Ja, ik, moet wel zeggen, ik denk ik, ik dat ze kunnen kiezen tussen al die windmolens en in, in die containers onder water, dat de containers onder water misschien populairder worden. Ja, ja er zijn misschien ook al vergelijkbare dingen. Dus er zal ergens wel uh, warmte uitgestoten worden in de Noordzee of bij die booral-eilanden of zo. Dan kun je ook kijken hoe dat dan, wat voor invloed dat heeft. Maar dus, ik heb nog geen... Zo je, zo snel en je zou dingen. de warmte ook nog kunnen gebruiken. en dan, je, zou, dus je zou ze in de buurt van booreilanden kunnen leggen... en dan de warmte kunnen gebruiken om die booreilanden te bijvoorbeeld, verwarmen. Of, ja. ja, of dicht bij de kust en dan met een leiding het land op en weer huizen verwarmen. Dat kan ook. Maar je moet toch kabels dat, dat, en leidingen leggen. Dat is natuurlijk leggen. bij infrastructuur wel weer in, uh, een, een, een stuk prijziger. Een denk, stuk die vissen gaan er alsnog aan, denk ik, als je dat doet. Ik denk wel dat er nog steeds kleine dingetjes zijn... Die, of, of bijvoorbeeld met, met uh, zo'n lokale omgeving... Dat, daar, daar staat Greenpeace dan voor te protesteren ook al zijn het tien of twintig. of ik bedoel meer dat dat ja het is ah, wel ik denk uh... ik denk niet dat de opwarming van het water enorm is tenzij je de duizenden op in in, in in ja het hangt, door, het, het, hangt door, denk, het hangt ook op, denk ik een beetje af van de afstand tussen de containers. Ik denk als je er als je er een paar honderd hutje mutje op elkaar zet dan zal het water daar wel iets warmer worden. Ja, denk ik ook wel ja. Ja. Dan krijg je. Ja. Kleine chaleffecten wat je van als je bij die bij die kerncentrales vroeger en dat dus, waarschijnlijk nog steeds. Die, hebben, die voeren natuurlijk ook warm water af. Waar ben je geboren, toch? Ja, ik ben in Borsele geboren. Ja, naast de kerncentrale, dat klopt. Dat is een, uh... maar uh, daar was het, dat, dat, dat wat weet ik nog, ik heb, er, ik heb er maar vier jaar gewoond, maar ik weet nog wel, van, in ieder geval van mijn, uh, van mijn familie, als je dan bij de uitlaat, zoals het dan heette, als je daar ging, nou, daar vonden we ook, uh, ja, tropische visjes. Want dan was het echt warm, het water. Dus ja, en dat is van een, van een kerncentrale. Dat, dat toegegeven, daar wordt ook wel behoorlijk wat warm op gewekt, natuurlijk, bij een kerncentrale. Ja. Dus, dus ja, een 30-cube een, een container... ...denk ik niet dat zo zo'n vaart loopt. Maar als je er heel veel bij elkaar legt... ...dan zou het inderdaad best wel eens kunnen. Ja. Maar de vraag is ook... Wa, ...hoe verhoudt het zich tot een datacenter op het land? Qua uitstoot of warmte? Ja, uitstoot, gewoon qua, ja. qua, qua, qua ecologische uh, voetafdruk. Goed punt. Want als, dat, als, als die voordeliger is als je het in het water doet... ...als die is als je, als je, als je, als je die als je het in het water doet... Dan, ja, ...dan heb je alsnog een goed verhaal. Hmm. Alleen... Ik Denk dat het heel lastig is om dat uit te rekenen omdat om precies te weten waar je aan begint, ja. Dus je zult eerst moeten een paar, paar, een paar proeflocaties uh, en dan uh, en dan eens kijken wat het doet. Ja, en, en, als, en als, het, als het werkt, en laten we dan nou niet met z'n allen meteen voor gaan liggen en zeggen we oh, dat mag niet. Nee. laten we al eens proberen Ja, nou, iets testen, moet altijd kunnen toch? Ja. Hey, dat dat gebeurt. dat was zo gewoon vermeld. Is een ander bedrijf in China is ook een van de echt heel weinig bedrijven die dit doen, maar het heilende, en die zijn uh, in de haven, dan weet ik de naam niet precies meer... maar het was in ieder geval in Zuid-China. Die hebben een contact... Hainan, volgens mij. Ja, de Hainan Harbor. Die hebben een contact getekend voor, voor echt een, uh, een datacent van 800 miljoen euro, omgerekend. Ja. Nou, dus daar. Wel, nu openen ze in China ook gewoon nog een paar honderd kolencentrales. Dus, uh, nou ja, en, precies. En, dan, misschien zullen ze ja, niet zo heel de dag Nee, maar, maar met... Uh, nou, weet ik niet of die data goed beschikbaar zal zijn voor westerse bedrijven... Nee, maar bedrijven, zou toch kunnen bekijken. Het, maar, bekijk, het, het, al, het dat, gaat wel uh, iets zeggen... Ja. De, de, hey, de lijn is niet bekend trouwens. Ik, ik zit jouw aantekeningen te kijken die jij gemaakt hebt hè, voor mm. ons om uh, hierover te praten. En uh, er zit ook iets dat er in de Noordzee nog iets komt. Dus kan je daar nog iets over vertellen? Ja, klopt. Dat, dat subsieklote heeft een paar keer uh, openbaar bekend gemaakt dat ze op dit moment al twee uh, aankomende datacenters werken. Dus we hebben nu de eerste gehad, dat was in Washington steeds. En de tweede en derde, die, die zouden in de Noordzee de golf van Mexico komen. Het dus alleen buiten de bekendmaking hebben ze niet gedeeld wanneer dat moet gaan gebeuren en ook niet waar dat precies moet gaan gebeuren. Dus we, nou, de noordzee is gelukkig niet zo heel groot, dus we hebben ongeveer uh, een idee waar het dat moet komen. Maar uh, en dat wordt dan zo'n co-locatie of wordt dat voor een klant? Ook dat is niet duidelijk, maar het is tussen een van de twee. Dus ze ze, ze... Het was niet zo goed, niet zo helder of ze dat dan privaat doen of inderdaad voor een uh, gedeeld datacenter. En er is geen link tussen Subsea Cloud en Microsoft, even nog voor de duidelijkheid. Want we hebben, die hebben we net eerder, eerder besproken. Maar het is niet zo dat Microsoft heeft samengewerkt met dit bedrijf om die test te doen die Microsoft gedaan heeft, toch? Kijk, Microsoft heeft op een gegeven moment in 2021 hebben ze een paar patenten uh, vrijgegeven aan, naar aanleiding van uh, de, het onderzoek in Schotland. En met patenten bedoel ik bijvoorbeeld een infrastructuur of een schema of uh, een blauwdruk. Um, en het, het is mogelijk. Ik sluit niet uit dat Subsy Cloud daar niet gebruik van maakt. Alleen ik weet niet zeker of zij. Uh, ze hebben in ieder geval geen openlijke samenwerking. Ja, heeft. nee, dat is niet wat ik bedoelt. Ik denk ah. dat ze misschien. technologie die Microsoft heeft ontworpen, die ze vrij ja. hebben. Dus dat is bij hartstikke prima. Maar ik bedoel, het is niet zo dat Subsy Cloud die test van Microsoft gedraaid heeft. Nee, Microsoft nee, nee, nee. Dat heeft dat zelf gedaan. Dat was echt Microsoft, ja. Oké. Okay. En wat doen, we, wat doen de andere grote jongens, een AWS en, en Google? Doen die er ook iets mee of niet? Niks openlijks, in ieder geval. Dat valt ook wel op, vind ik. Ja, ja, dat heb je bijna altijd wel. Hè. Als je kijkt naar, uh, naar waterkoeling in, uh, in datacenters, dat zijn ook hele kleine partijen over het algemeen die, zich daar, uh, die, die daar de kar getrokken hebben. Nu zie je het wel steeds vaker terugkomen uh, in, uh, in, um, in, in, in servers van, uh, van de partijen. Maar dat is nog twee. En zeker die, 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 uh, die niveau 2 of niveau 3, dat heeft een bepaalde naam: waterkoeling, waarin je dus echt gewoon je hele moederbord inclusief alles en nog wat gewoon in het water legt. Ja. Uh, dat is echt iets waar dat, 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 dat schaalt gewoon op dit moment gewoon nog echt nog niet op. Dus dat zijn deze partijen die willen dit pas gaan doen, normaal gesproken als, als het goed schaalt. Ja. Lijkt mij. Ja, ik zit nu nog even na te denken over het ontwerp van een traditioneel datacenter op land. Daar heb je natuurlijk altijd nog uh, uh, die backup power supplies, als het ware. Waar gewoon, uh, uh, als je een beetje pech hebt, een miljoen liter uh, diesel uh, in, in de kelder ligt. Om, uh, om, om een paar van die, uh, die, uh, die aggregaten aan te zetten op het moment dat er geen stroom is. Dus dat is natuurlijk wel een beetje een nadeel als we dadelijk onderzeese containers krijgen. En vervolgens staan er, staat er op land een loods met ik weet niet hoeveel liter diesel en een paar aggregaten. Om die dingen aan de praat te houden, mocht, mocht er geen stroomleverancier zijn. Moet wel natuurlijk, ja. ja. Want ja, volledig ja. vertrouwen op het net gaan ze nooit doen. Nee, nee. maar je ziet nu al wel ook, ook, in, uh, ook in, in op, op, bij in op land... zie je ook al wel, zeg maar, alvast al, in ieder geval hybride uh, oplossingen. Dat dus deels accu's, deels, uh, deels van, die, uh, van die grote dieselgeneratoren. Dus misschien dat ze het, ja, voor dat soort klein, wat kleinschaligere dingetjes... Uh, uh, ja, grotendeels op accu's kunnen doen. Ik weet het niet. Nee, ik weet toevallig dat uh, uh, die accu's, die zijn echt binnen... Uh, een kwartier of zo leeg. Dat is niet, dat is niet ja. te doen. Behalve als je er heel veel hebt. Natuurlijk. Ja, maar dan, dan heb je er echt heel veel nodig. Je ja. dus gaat, gaat stiekem heel veel stroom erin. Hè? Ja, dat er er weet er, ik, weet er, ik, weet ik. Daar, het center. Ja. Daarom hebben ze ook vaak een miljoen liter diesel uh, ergens liggen. Ja, um, ja dan uh, ik, ja, ik denk dat we langzaam uh, richting het einde gaan. Uh, of hebben jullie nog een... Uh, nog, nog, nog een punt wat jullie willen maken? Oh, deze, deze keer was het geen nabrander, maar heb je het uh, Oh sorry, heb je nog een nabrander, ja, ja, Sander? Ja, nee, nee ja, dat <laughs> rijmt een paar miljoen liter diesel? Dat, dat rijmt wel. Ja. Nee, ik heb helemaal geen nabrander, moet ik zeggen. Nee. Nee, nee, maar, nee, ja. Iets wel, om in de gaten te houden, maar dat, uh, voor de rest, is is interessant. Zit er zitten wel nog wel wat haken en ogen aan wat mij betreft. Hoor. Ja. Zijn er nog andere locaties waar we datacenters kunnen bouwen, behalve Bland? Ja, in de ruimte, maar het lijkt me niet zo handig. zien is niet zo handig, denk ik dan. Uh. Nou, daar heb ik toevallig opgezocht en jij maakte die opmerking van de week al. Maar in de ruimte wordt het nogal warm. Ja, daar weten het mensen. Het Leg er aan welk kant je zit? Hè, van de, je ja, in de zon uh, is, het, is het gauw een paar honderd graden Celsius en in, in de schaduwkant is het een paar honderd graden onder nul. Maar ja, dan moet je aan de, aan de donkere kant van de maan gaan zitten en dan kun je ze daar bouwen. Ja, maar hoe ga je dan energie toevoegen? Want dan heb je zonne-energie voor nodig en dan moet je ah, toch weer in de zon hangen? Nou, nee, dat doe je natuurlijk aan de voorkant. En dat leidt je dan achter en dat zijn wel natuurlijk. Makkelijk. Ja. Oh. Eh, we willen toch weer in de maan, doe, doe er dan wat in? Doe er ook een de middels. dat maar, Ja, eh, nee, dat is een geintje. Want het lijkt me ook niet zo heel handig om een hemel liggen waar we behoorlijk van, 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 op aan moeten kunnen. Zeg maar, om daar eh, op te gaan bouwen. dat lijkt me niet zo heel handig. Maar. Maar, dat is toch met aarde ook? Of, uh, hm? Is dat een grap? Ja, je kan ze in een baan rond, uh, rond de aarde brengen en dan zie je straks nou ja. van die grote schaduwplekken voorbij komen. Oh, dat is uh, oh. AWS regio 2. Uh, nee, maar ik, ik wil maar zeggen, zo'n zo ding is natuurlijk heel erg belangrijk voor heel veel, heel veel onderdelen hier op aarde. Zeg maar. de, voor, de, voor de getijden en voor al die andere dingen. Oh, het lijkt me wel heel handig om daar niet al te veel aan te gaan. Snap ik. Ja, verder misschien in uh, hele diepe grotten of zo, waar het van nature ook heel koud is. Ja, of op de Noordpool of zo. Ja, dat... Uh, dat is alleen heel, heel, heel lang donker, dus daar moeten ze dan wel iets op verdienen. Ja. 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 Ik weet het ook niet. Ja, oké. Okay. Um, in ieder geval niet in Zeewolde. <laughs> nee, nee, nee daar, daar komt geen datacenter meer, mensen. De, Facebook heeft de keutel ingedrokken. Oh ja. Maar um, ja, dat was ook wel te verwachten natuurlijk, na al die ophef. Um, sowieso is er in Nederland een datacenterverbod. Er zijn een paar die al een vergunning hebben. Amazon komt nog met een, uh, met een kleine variant. En Google gaat nog uitbreiden in Groningen op uh, twee of drie locaties. En Microsoft is geloof ik ook nog bezig, dus er komt nog wat een en ander aan. Maar uh, uh, echt hele grote nieuwe, dat, uh, dat wordt lastig. Dat heb ik begrepen, ja. Oké, okay, nou dan kunnen we afronden, denk ik. Nou mensen, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie iets wijzer zijn geworden van onderwater datacenters. Dus geet je hoeft niet je duikpak aan te trekken. Um, Vind je dit interessant? Deel het dan met je vrienden, familie en collega's. Um, je kan uh, deze aflevering beluisteren op enorm veel diensten. Dus uh, uh, maak daar gebruik van. En je kan je natuurlijk abonneren via Apple, Google en Spotify. En vele andere diensten wederom. Um, en je kan ons 5 sterren geven. Dat kan op Apple en Spotify. Nou, dankjewel alvast daarvoor. En uh, tot de volgende keer. Techzine Talks. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Visit techzine.nl or techzine.eu. Don't forget to subscribe to this podcast.